Het seniorenjournaal gaat weer beginnen. Heel veel kijkplezier gewenst. We hebben weer hartverwarmende en leuke onderwerpen voor u klaarstaan. Ik ben Ali Overissi, ik ben beheerder bij Bicicletten. Hier sta ik voornamelijk met het hoogseizoen en in het weekend met het laagseizoen. We zijn voornamelijk op deze locatie Bicicletten bewaakt fietsstalling. Maar daarnaast verhuren we eigenlijk ook rolstoelen, buggies, verhuren van fietsen en eigenlijk rolstoelen aan mensen met een beperking. En we hebben het openbaar toilet erbij. Dit is de wombad. Dit is voor mensen die helaas zelf niet kunnen lopen. Dus dan kunnen ze hier plaatsnemen op de wombad en dan worden ze geduwd door iemand anders. Daarnaast hebben we de rollator. Dat zijn voor mensen die nog wel zelf kunnen lopen. En toch wel net even ondersteuning nodig hebben. En dat kan dan door de luchtbanden. Dat iemand toch nog zelf over door het strand heen kan wandelen. Hebben we hier een hippocamp. Dat is eigenlijk voor, dit is dan, we hebben ze in verschillende maten. En dit is dan echt net de kindermaat. Voor kinderen die dan toch hiermee nog het water in kunnen. Dat ze toch nog even bij het water kunnen. En dan hebben we hier de wat grotere versie voor de ouderen. Die het water in willen. Dus die kunnen gewoon plaatsnemen en worden getrokken. En natuurlijk altijd een zwemvest aan. Die krijgen we dan meestal mee. Of meestal hebben de klanten die zelf ook. En dan hebben we hier daarnaast nog een wombad. Zoals de eerste die ik al heb aangeteld. En dan de rolstoel. De elektrische rolstoel. De catwiesel. Waar zomers veel gebruik van wordt gemaakt. Waardoor je gewoon lekker zelfstandig het strand op kan. Maar uiteraard niet tot aan het water. Dus niet in het water. Maar je komt toch wel tot aan het water. Hij wordt goed gebruikt. En mensen die dan niet zelfstandig erin kunnen, kunnen altijd gebruik maken van de tillift. En daar kunnen we natuurlijk uiteraard ook in ondersteunen. Veel plezier, hè? Mijn naam is Gerrit Bron, ik kom uit Den Haag en ik heb net deze catwiesel gehuurd en een lekker ritje meegemaakt over het strand. En ik was weer zo blij als een jonge hond, als een jong mannetje. Ja, het is nu gewoon weer super goed en te fijn om dit nu weer te kunnen doen. Want al die jaren voordat deze stoelen er waren, hebben we dat niet meer gekund. En dat maakt je weer een stuk vrijer en een stuk blijer. Zodat je weer lekker dicht bij de zee kon komen. Net als vroeger. Hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. Hey. Doei. Hoi, hoi. Welkom in het Haagse Openbaar Vervoer Museum. We zijn lange tijd dicht geweest vanwege de coronaperikelen. En we zijn afgelopen zondag, 7 juni, voor het eerst weer open geweest dit seizoen.
zijn we heel blij mee. Het is alleen niet meer het concept wat we vroeger kenden met vrije inloop. Er is nu een systeem dat je van tevoren als bezoeker een kaartje moet kopen, moet reserveren en vervolgens hier op het afgesproken tijdstip het museum komt bezoeken en eventueel ook een tramrit kunt maken. Daar hebben we allerlei dingen voor moeten doen om dat mogelijk te maken. We zien hier een aantal nieuwe huisregels, of deels nieuwe huisregels. Alleen toegang met een vooraf gekocht kaartje. Mocht je de indruk wekken dat je toch niet gezond bent, dan zouden we in een extreem geval kunnen zeggen dat je niet kunt binnenkomen. Een andere looproute. Vroeger kwam je binnen, kocht je een kaartje bij de balie daar binnen. Dat wordt nu anders. Je loopt met het vooraf gekochte kaartje direct naar spoor 4. Volgens de pionnen, die er nu niet staan, maar morgen wel. Uiteraard de afstand houden, aanwijzingen van onze medewerkers opvolgen. En als je ouder dan 13 jaar bent en met de tramrit meegaat, dus in het museum hoeft het niet, een mondkapje op. Dit is de nieuwe ingang van het museum. Wanneer je een kaartje hebt gekocht vooraf op internet, kom je hier binnen, gaat naar de collega aan de nieuwe balie en laat daar je kaartje scannen. Wederom wat nieuwe huisregels. Wat helemaal nieuw is en staat helemaal los van corona, maar waar we al een tijdje mee bezig waren, is een kleine speurtocht voor onze jeugdige bezoekers. We hebben de bekende Haagse PCC-car omgevormd tot twee mascottes, Tina en Tony. En die leiden je als kind door het museum met een aantal leuke raadseltjes. Daar hebben we hier een spelletjesblad voor met een nummertjesraadsel. Je moet een aantal dingen in het museum weten te vinden en die benoemen. En aan het einde kun je nog een doolhof proberen op te lossen. En dan aan het einde van je tour krijg je in de museumwinkel een kleine prijs en nog een leuke kleurplaat om Tina en Tony in de eigen gewenste kleur te kleuren. Wat niet veranderd is ten opzichte van vorig jaar, is dat als bezoeker je hier je tour door het museum begint. Dus je ziet ook hier de oudste tram in onze collectie. En als je dan de pijlen volgt, hier op de grond zie je de eerste. Kijk, nu staan de trams wel een beetje nog niet op de plek waar ze op zondag staan. Normaal zijn de pijlen dus goed zichtbaar. Als je die pijlen volgt, dan krijg je op een logische manier een beeld van de historie van het Haagse openbaar vervoer. Ik zeg het bewust zo, want het gaat niet alleen maar om trams hier. We hebben wel heel veel trams, maar openbaar vervoer is ook bus en trein. En ook die krijgen hier de nodige aandacht. Vorig jaar ingevoerd de verschillende thema's die we behandelen. Deels is het chronologisch, dus een bepaald tijdvak waar je dan als bezoeker informatie over krijgt. Verdeeld in wat er in de wereld in die tijd gebeurde in Den Haag en specifiek in het Haagse openbaar vervoer. En we hebben ook een aantal thema's die tijdperk overstijgend zijn. Het gaat bijvoorbeeld over Scheveningen in het algemeen van nul tot nu. Deze tram is van binnen te bekijken, is deel van de looproute, daar ga je in. En kom je aan de andere kant weer uit en dan vervolg je je looproute verder door het museum. Uiteraard eventjes de handen schoonmaken voordat je de tram ingaat. Dat is nieuw toegevoegd vanwege corona. Nou, zoals je ziet, naarmate je door de tour loopt door het museum, naarmate die vordert, zie je steeds modernere trams voorbij komen.
Hier zie je het thema 1940-1945. Daarnaast buitenlijnen, dus de interlokale trams die de HTM vroeger reed. En ook de NZH trouwens. En daar staat dan ook de passende tram bij. En langzaam komen we in het naoorlogse gebeuren waarbij de Amerikaanse PCC-car, waar HTM er heel veel van aangeschaft heeft, in beeld komt. Morgen gaat die gele daarachter weer een rit rijden. Dat wordt onze eerste rit dit seizoen. Daar zijn we heel erg blij mee dat dat weer mogelijk is. Er kunnen minder mensen mee. Normaal gaan er 36 mensen zittend in een PCC-car mee. Dat zijn er nu maar 15. En de bestuurder wordt extra afgeschermd met een plastic scherm. Vorig jaar zijn we begonnen met toch wel flinke herinrichting van het museum. We hebben dus de thema-indeling gemaakt. En in het afgelopen winterseizoen, wat dus veel langer heeft geduurd dan gepland, hebben we dat verder uitgewerkt en hebben we her en der nog zaken toegevoegd. Om hier te noemen een paar vloerstickers gemaakt van normaal zulke kleine stickertjes van HTM die we in ons archief vonden. En wat helemaal nieuw is, en dat is echt een primeurtje, is een deel over het personeel. Ja. Het openbaar vervoer zijn voertuigen, trams, bussen, treinen, maar ook de mens daarachter. En die willen we absoluut meer aandacht geven. En het leuke van die twee doeken die daar nu, waarvan de ene nu opgehangen wordt, is dat het mensen zijn die bij HTM werken, maar ook in ons museum vrijwilligers zijn. Dus die een dubbel eerbetoon aan de mensen in het OV. Hier links staat onze nieuwste, tussen aanhalingstekens, toeristram. De hop-on-hop-off-tram, die gaat later dit jaar hopelijk ook weer rijden. Maar dat is echt afhankelijk van wat er kan en mag in verband met de coronamaatregelen. Maar los daarvan hadden we vorig jaar, of eigenlijk 2 jaar geleden al, het plan opgevat om die vloot, dat zijn nu 3 trams. 60 jaar oude trams zijn niet altijd meer even betrouwbaar, dus je moet een goede reserve hebben. Hadden we het plan opgevat om die vloot uit te breiden met een extra tram. Daar hebben we een wagen voor genomen die wel in onze collectie was, maar feitelijk een doublure is met een andere tram. Dus die konden we straffeloos gebruiken om als toeristram te verbouwen. Dat heeft ingehouden inbouw van een audiosysteem, dus dat je in 10 talen de audiotour kunt horen als je door Den Haag rijdt. En het aanbrengen van de crème groene beschildering. Ik zeg er heel eerlijk bij dat deze tram die kleuren nooit gehad heeft van oorsprong. Maar we hebben besloten om richting de toerist, die de grootste klant is van de toeristram, een uniform beeld te geven, die tram toch die kleuren te geven. Nou, het werk is bijna klaar. Er wordt her en der nog geschilderd en binnenin moet er nog wat nodig aangesloten worden. Maar 90% van het werk is klaar. We hopen dat we er dit jaar nog mee kunnen rijden, maar dat weten we dus nog niet. Onveranderd ten opzichte van vorig jaar is de modelbaan. Een stukje van lijn 11 is daar uitgebeeld. Daar zijn we nog steeds ongelooflijk blij mee dat we dat stukje Den Haag hier in ons museum hebben. Met behulp van huizenfrontjes die we hadden van een oude modelbaan, hebben we een stukje extra sfeer proberen te creëren. Is ook nieuw. En een andere nieuwigheid zijn de grote schermen die we hebben opgehangen. Waarmee we diverse filmpjes kunnen laten zien. Van passend bij de tentoonstelling, maar ook een stukje reclame of aankondiging van een speciaal evenement in het HVM. Wel leuk om te zeggen is dat deze filmpjes allemaal zijn gemaakt en gemonteerd door een medewerker van het Haagse Openbaar Vervoer Museum. Dus los van de schermen, die hebben we gekocht, is wat er te zien is ook echt eigen werk. En dat vind ik absoluut. Daar ben ik heel trots op dat we dat hier met z'n allen kunnen. Passend in het thema 75 jaar vrijheid, wat overal in Den Haag en in Nederland dit jaar aandacht krijgt, hebben wij ook een thema-expositie ingericht. Openbaar vervoer in de Haagse regio tussen 1940 en grofweg 1967. Dus enerzijds de oorlogsjaren, anderzijds de wederopbouw, met daarachteraan de periode dat er grote veranderingen in het Haagse openbaar vervoer zich voordeden. Met flinke verkleining van het lijnennet, maar ook uitbreiding
naar nieuwe woonwijken. Ook hier geldt dat we dit hebben samengesteld met eigen mensen. We hebben mensen die hebben foto's uitgezocht. Mensen hebben teksten gemaakt. Er zijn per tijdperk is er steeds een aantal foto's opgehangen. We laten attributen zien. En ook hebben we dan een informatiebord, waar dus wat achtergrondinformatie wordt gegeven over dat specifieke tijdperk. Pijlen moeten er nog komen, maar het wordt een logische looproute, zodat je eigenlijk vanzelf door de periode 1940-1967 wordt geleid als bezoeker. En dan zijn we als laatste in onze museumwinkel. Voorheen was dat het museumcafé annex museumwinkel. Vanwege de coronamaatregelen hebben we daar dus wat aanpassingen aan moeten doen. De winkel is onveranderd. Het cafégedeelte is er niet meer zoals het was. Er zijn geen zitjes meer waar je je versnaperingen kunt nuttigen. Dat kan bij mooi weer wel buiten. Er is nog wel iets te koop, maar alleen verpakte zaken. Eenvoudige drankjes als koffie, frisdrank en thee. Het winkelassortiment is er nog steeds. Ook hier hebben we een scherm waar korte filmpjes te zien zijn over de Haagse trams en over het Haagse Openbaar Vervoer Museum. Kaartjes kocht je vroeger hier ook in de museumwinkel. Dat is niet meer aan de orde nu. Dus wie op bezoek wil komen in het HOVM, ga vooral naar www.hovm.nl en koop daar een kaartje. Wat is je leven waard zonder vrijheid? In het kader van de herdenking 75 jaar vrijheid kunt u nu kijken naar een digiteel. Slepen, slopen en verslapen. Ik ben Giel de Jonge. Tot 1943 woonde ik aan de Houthoestweg. Vanwege de Atlantikwal moesten we toen evacueren. Ons gezin betrok een etagewoning aan de Gouden Regenstraat. Vlakbij werd tussen de Sportlaan en de Hanenburglaan de tankgracht aangelegd, bedoeld als schootsveld om vijandelijke aanvallen vanaf landzijde te weren. Een kilometers lange en honderden meters brede strook werd daarvoor geslecht. Mensen moesten evacueren. Woningen, scholen, kerken en een ziekenhuis werden afgebroken. Vooraf werd alles wat bruikbaar was, zoals sanitair, hout en metaal, uit de ontruimde woningen gehaald. Af- en aanrijdende sleperswagens reden de buit in kolonnen naar de Soestdijkse kade. Vandaar werd het materiaal per schip naar gebombardeerde gebieden in Duitsland gevaren. En daarna kwamen de slopers. Massa's arbeiders die elke dag van heinde en ver kwamen, gewapend met voorhamers, mokers en breekijzers. Daarmee konden ze hun sloopdrift op ambachtelijke wijze uitleven. Al deze werkzaamheden tussen 1942 en 1944 heb ik van nabij kunnen volgen. Er waren verschillende doorgangsposten, zoals aan de Scheveningseweg. Ik was toen zo'n 14 jaar. Omdat ik op de ambachtsschool aan de Larijweg zat, doorkruiste ik met een leerlingverklaring op zak dagelijks ter hoogte van de doorgang Konradkade twee keer dit gebied, en vanuit lijn 11 zag ik steeds minder bebouwing en een steeds ruimer gezichtsveld ontstaan. Na de sloop
volgde het graven van de tankgracht en het aanbrengen van versperringen, zoals drakentanden, prikkeldraad en ijzeren winten en soms voorzien van landmijnen. Het gebeurde nogal eens dat er ter plekke opstoppingen waren, bijvoorbeeld omdat er een betonmolen op de rails bezig was met storten. En het gevolg? Te laat op school melden wij de conciërge en bij een twijfelachtig excuus als straf nablijven of huiswerk maken. Maar toch heb ik daar nogal eens dankbaar misbruik van kunnen maken. Als ik bijvoorbeeld door verslapen te laat op school dreigde te komen, verzon ik een aannemelijke smoes. Maar dat bleek niet nodig. Want toen ik wat schuchter langs de portiersloge liep, riep de conciërge me toe: loop maar snel door. Stond zeker weer een betonmolen op de rails. Het is bij het Seniorenjournaal al jarenlang traditie om mensen die hun gedichten of verhalen willen delen hiervoor ruimte te bieden. U hebt in de oorlog ook iets vervelends meegemaakt, hè? Dat ging over een Duitser. Wat was dat precies? Nou, we waren dus naar het Heitje. Dat is dus een soort braakliggend terrein. Wat lag de Pioenweg en de Savon in Lomerlaan. Ja. En het is de Laan van Meerdervoort en de Dalenbergse Laan. En daaraan gekoppeld zit een soort beschermd natuurgebiedje, dat heet het Wapenveld. Wapenveld. En op een bepaald moment waren we dus naar dat terreintje toegegaan, naar dat heitje. En toen zagen we daar dus in dat wapenveld een Duitser liggen. Die dus duidelijk niet meer in leven was. Die lag niet te slapen. We hadden niet de indruk in ieder geval, nee. En dat bleek ook niet, want na de hand zijn natuurlijk meer mensen die zijn dat natuurlijk ook komen kijken. En toen hebben ze dus inderdaad de Veldgendarmerie, dat is dus de militaire politie van de Duitsers, ja. Die hebben ze toen gewaarschuwd en die is gekomen. En toen bleek dus inderdaad dat die man zich voor zijn kop had geschoten. Ja, daar is dan in die zin verder weinig van bekend. Dat het natuurlijk absoluut niet bekend was waarom die man dat gedaan heeft. En, dus waar wij dus wel beducht voor waren, dat was in eerste instantie, je was daarbij. Ja, ja, kan het moord zijn, kan het zelfmoord, dat weet je dan natuurlijk niet. Dus op een goed moment heb je zoiets van, ik moet wel uitkijken dat ik dus, als kind is dat natuurlijk dat gevaar niet zo groot. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat er meerdere omstanders zeiden van ik moet wegwezen, want straks dan pakken ze mij bij elkaar. Ja. Al is het alleen maar om te worden verhoord. En dat is ook, was toen ook geen lolletje. Nee. Dus dat is dus eigenlijk wat er over te melden valt. Ik heb daar zelf dus zo mijn theorieën over, want het kwam namelijk wel meer voor dat dus Duitsers zich van kant maakten tegen het eind van de oorlog. Of ze wilden niet naar het Oostfront, mm-hmm. Of nou, er waren misschien andere redenen, maar in ieder geval, het kwam vrij veel voor. En ik heb daar dus zelf de conclusie uitgetrokken dat het moreel van de Duitsers in die tijd al dalende was. Dus dat er dus een soort van demoralisatie in dat leger aan de gang was. En nou ja, dat is dus eigenlijk in strijd met datgene wat dus nog wel eens beweerd wordt, dat er
een behoorlijke kameraadschap in dat leger was, waardoor dus dat leger zo succesvol was geweest. Ja, die kameraadschap die zou dan ook ervoor hebben moeten zorgen dat, dat zo'n Duitser die van plan was om zichzelf het leven te benemen, dat daar op de een of andere manier in zo'n groep, dat dat bekend was, of althans dat opgemerkt werd. Dus ik geloof niet zo erg in die kameraadschap. Nou, dat is dus eigenlijk mijn conclusie. Zo, als je niemand verwacht, is het altijd verdacht. Dus, wat zou verzinnen? Laat ze niet binnen. Stichting Vooral en de HTM hebben samen filmpjes gemaakt die illustreren hoe je diverse trams kan gebruiken met een beperking. Wist je dat je met de tram kan reizen en dat dit een stuk makkelijker is dan je misschien denkt? In dit filmpje laten we zien hoe je met een rollator met de Avenio kan reizen. Ga op de halte op de goede plaats klaarstaan, zodat je straks gelijk via de vierde deur naar binnen kan gaan. De vierde deur is circa 22 meter vanaf het haltebord in de richting van waar de tram gaat komen. De Avenio komt. Geef een seintje aan de bestuurder, dan weet hij dat je mee wil reizen. Stel je rechts van de deur op, zodat je niet in de weg staat voor reizigers die uitstappen. Als de deuren nog niet open gaan, druk dan op de rode knop. Als je de Avenio instapt, check je eerst in. Dit kan gelijk links en rechts van de deur waar je binnen bent gestapt. Omdat je naar binnen bent gegaan bij de vierde deur, kun je gelijk tegenover de deur je plek vinden. Ook kan je de plek herkennen aan de sticker op het raam. Zo, je zit. Zet de rollator voor je neer en zet deze op de rem. Zijn de klapstoelen bezet? Vraag dan vriendelijk of je toch hier mag zitten. Jij hebt immers voorrang. Hey, dit is jouw uitstaphalte. Druk op de stopknop. De stopknop zit op de stang naast de klapstoelen. Wanneer de Avenio helemaal stilstaat, haal je de rollator van de rem af, check je uit bij de deur en loop je naar buiten. Geef de trambestuurder een seintje wanneer je weer buiten op de halte bent. Dit was jouw reis voor vandaag. Op deze manier kun je veilig en gemakkelijk reizen met de Avenio. Zo, de koek is op voor deze keer. Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens.